Door de krapte op de arbeidsmarkt worden creatieve oplossingen bedacht om werkzoekenden en werkgevers met elkaar in contact te brengen. Zo organiseert het werkgeversservicepunt Zuid-Holland Centraal bijvoorbeeld de We Gaan Werken Dag. Op deze dag ontmoeten werkzoekenden, begeleiders en ondernemers elkaar op de werkvloer. Ruim 80 werkzoekenden en 40 begeleiders lopen een dag mee bij een bedrijf in een branche waarin ze werk zoeken. Werkzoekenden en hun begeleiders krijgen zo een actueel beeld van de arbeidsmarkt en de vragen die een werkgever heeft bij werving, selectie en begeleiding van toekomstige werknemers. Tegelijkertijd krijgen ondernemers zicht op de mogelijkheden en talenten van werkzoekenden. Het werkgeversservicepunt Zuid-Holland Centraal zorgt voor de begeleiding. Ik mag vandaag een dag meelopen met Hoekhoveniers. Samen met Jelle. Jelle is de werkzoekende van vandaag. En we zijn hier in Meerzicht en we zijn aan het schoffelen. Ik hoop gewoon dat ik gewoon een dag bezig ben geweest en dat ik een dag heb gehad. Zo van, ik heb wat gedaan. Anders zit je thuis en doe je niks. Je verdient geen extra geld, dus je kan nooit wat leuks doen. Je bent aan het wegkwijnen een beetje. Om mensen te werven is natuurlijk prima. Hoe meer mensen er weer gaan werken vanuit de uitkering, is natuurlijk alleen maar beter. Het zou natuurlijk te gek zijn als die zou zeggen, ja, dit vind ik echt leuk. En anders gaan we verder voor hem zoeken. Ja, nee, als je het niet met beide handen aanpakt allemaal, dan blijf je hangen en blijf je niks doen. En dan blijf je zelf tegenwerken. Ik begeleid de asielgerechtigden en deze meneer die komt ook uit Syrië. Hij wil graag werken, dus door zo'n initiatief komt hij echt wel in aanraking met nieuwe werkzaamheden. We hebben echt wel moeite om momenteel goed technisch personeel te vinden. En op deze manier kunnen medewerkers uit andere branches ook eens kijken wat wij hier doen. En dat is een fantastische mogelijkheid om elkaar zo te vinden. Ja, hartstikke leuk. Warm welkom. Goede uitleg. En we mochten al gelijk met een aantal punten meelopen. Ja, super enthousiast. Echt iemand die heel graag wil leren. Ja, en daar kan je heel veel mee bereiken natuurlijk. Nou, ik zag hem net met de eerste opdracht zag ik hem al breed lachen. Dus ik denk dat hij het wel naar zijn zin heeft. Het is voor hem nieuw om de Nederlandse arbeidsmarkt op te komen. Dus dit is echt wel een mooi initiatief. CV's is toch altijd maar papier. En iemand zien, aan het werk zien, kijken hoe iemand is. Ja, daar heb je echt superveel aan. Ik vind dit leuk. Ik hoop dat dit initiatief elk jaar opgepakt mag worden. Het is goed om in contact te zijn met de gemeente en gewoon je contactpersonen te vinden en een netwerk op te bouwen. En dan gewoon mensen de kans te geven om een plaats op de arbeidsmarkt te vinden. Ik ben naar het magazijn geweest. Ik ben nu dan potten uitgepakt en in de stellingen geplaatst. En ik heb de vloer een beetje schoongemaakt, want er lag aarde op de grond. Enthousiaste kandidaat, ze hebben er zin in. En leuke werkgever moet ik zeggen, hele relaxte sfeer. Mensen komen wat meer onder de mensen, om het zo maar te zeggen. En ook het contact met werkgever. Dus dat de werkgever ziet van wat voor mensen heb ik nou eigenlijk mee te maken. En dat is juist zo mooi. Nou, dit is nu een proefdag dat we meedraaien. En ik ben ook erg benieuwd hoe die gaat verlopen. Ik hoop zeker dat we hier gewoon verderop kunnen bedieren. En wellicht iemand een proefplaatsing kunnen geven of een keer een proefweek. Om zo te kijken hoe we elkaar nader kunnen vinden. Ja, het is best wel interessant eigenlijk, ja. Wat mij betreft gaan we gewoon nog een keer van start met zo'n initiatief. Ik vind het echt heel erg leuk. Wij doen al sinds jaar en dag mensen met afstand en een beperking aan het werk zetten op onze projecten. En wij vinden dat dat hoort, dat je dat moet doen en dat je dat met alle liefde moet doen. Nou, ik vind het mooi om kandidaten en ook voor, mij, voor ons zeg maar, gewoon te zien hoe het werk is. En wat heb je daar nodig op de werkplaats, op de uitvoering. En dat is gewoon heel goed om te zien wat mensen hier meemaken. En hoe het eigenlijk in het werk gaat. Hij is bijzonder blij dat hij hier mag werken. Hij vond het wel zwaar werk in het begin. Maar dat is te verwachten in dit werk. We hebben natuurlijk zware werkzaamheden. Hij vindt het leuk, de collega's vinden het leuk om met hem te werken. En wij hopen dat hij nog heel lang bij ons kan werken. Hij is heel rustig, maar ziet gewoon wel wat er moet gebeuren. En je moet hier wel orders kunnen oppakken, instructies kunnen krijgen. En als je daar tegen kan,
en maar tegen wat kritiek kan, dan is het allemaal goed. Ja. Ja, dat is zeker voor herhaling vatbaar. Wat je ziet is dat het op zo'n dag goed georganiseerd is, dat de jongens goed begeleid kunnen worden, ook vanuit de gemeente en vanuit ons. Als zo'n jongen nu een goed beeld krijgt van de werkzaamheden en daardoor een plek kan krijgen weer binnen de maatschappij, dan denk ik dat we dit zeker weer nog een keer moeten doen. Ja. Ik ben veel in gesprek met werkzoekenden en ik merk dat kandidaten eigenlijk een ander beeld hebben van callcenterwerk. En juist om op deze dag een meeloopdag te hebben bij Binnen Teleperformance, krijgen ze eigenlijk een wat helderder beeld over wat klantenservice medewerkerfuncties nou eigenlijk inhouden. Ze kunnen een presentatie krijgen, ze kunnen meeluisteren op projecten om een nog beter beeld te krijgen. En daar helpt dit heel erg bij. Ik ben hier via de gemeente gekomen. Ik ben werkzoekende. Ik heb eigenlijk geen idee wat het inhield, zo'n telefoon, klantcontact, zeg maar. Deze gelegenheid deed voor. Dus ik mocht even een kijkje nemen van wat er hier in het bedrijf gebeurt. Ja, ik vind het heel erg leuk dat mensen hier komen om een beter beeld te krijgen van de functies die wij aanbieden. Mensen hebben toch vaak een negatief beeld van het callcenter werk, om het zo te zeggen. Ze hebben toch het gevoel dat ze zelf mensen moeten bellen en mensen iets moeten aansmeren, zoals ze dat ook wel noemen. Dus ik vind het heel erg leuk dat iedereen hier een kijkje kan komen nemen om te kijken wat het inhoudt. Ik hoop dat we dit zeker vaker gaan doen en dat we dit kunnen doortrekken in nog veel meer bijeenkomsten die we voor Teleperformance kunnen gaan doen. Vandaag heb ik broodjes gemaakt en ik heb vasten geholpen en kassawerkzaamheden gedaan. Dat was erg leuk om te doen. Hij doet het prima. Je ziet ook op zo'n dag echt iemand ook aan het werk, hoe die dingen oppakt. Ik denk dat je dan heel snel een indruk krijgt van hoe iemand is. Hè, zo'n sollicitatiegesprek is ook wel belangrijk, hè, eerste introductie. Maar echt gewoon iemand zien werken in de praktijk is denk ik net zo belangrijk. De kandidaat pakt alles snel op, stelt heel veel vragen. Hij is heel enthousiast en is een toppertje. Ja. Je kan in ieder geval, zoals bedrijf als KFC, kan je een beetje in de keuken kijken hoe het werkt. En dat is altijd leuk om te zien. En dan is het een keer wat anders dan aan de andere kant van de balie staat natuurlijk. Het werk wat ik vandaag heb gedaan, het beredden van de kip, zoals ze dat hier noemen, dat is toch best wel zwaar werk ook. En ja, vrouwelijke kandidaten, dat is echt continu door fysiek werk verrichten, dat is denk ik te zwaar. Maar op zo'n midstation of de baliefunctie, weet je, daar moet je ook heel snel kunnen handelen. Dus een bepaald werkdruk, tijdsdruk, daar moet je tegen kunnen. En daar moet je denk ik met de voorselectie rekening mee kunnen houden. Het is om een beeld te krijgen hoe wij hier werken. Ook hoe de mensen zijn die hier graag willen werken. Dus ik zou dit wel aanraden om dat vaker te doen. Zeker. Samen kom je verder. Het werkgeverservice.zhc werkt.